In deze film gaan we de achtergrondkleur veranderen. En die achtergrondkleur veranderen, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar om dat te doen, moeten we eerst een selectie maken om ons model los te maken van de achtergrond. En dat doe ik heel simpel met de snelle selectie. En dat vind je hierboven bij de sneltoets W. En krijg je dan het overstafje, gebruik dan Shift-W om te wisselen. Of hou het knopje ingedrukt en selecteer gewoon het juiste gereedschap. Nou, je krijgt dan een rondje, dat is een soort kwast. En ik kan gewoon de gebieden selecteren die ik wil en ik heb daarmee een vrij grove en vrij aardige selectie. Die ga ik zo meteen met de hand nog een klein beetje verfijnen. Maar dit is wat ik voorlopig even wil als laagmasker. En ik klik gewoon op het laagmasker. En je ziet dat mijn model weg is. Nou, ik selecteer het laagmasker en ik druk op Ctrl I. En het is allemaal gewoon weer in orde. Hierboven zit nog een klein foutje. En als ik het laagmasker selecteer en de kwast. dan kan ik met zwart dat foutje gewoon handmatig wegwerken. Helemaal niks aan de hand. Ga je te ver. Dan kun je gewoon met wit weer netjes bijkleuren. En ook hier aan de kant bij het haar ging het niet helemaal perfect. Nou, dat is op zich helemaal niks raars. En ook dat kan ik gewoon handmatig weer corrigeren. En zo maak ik vrij snel een uitsnede van het model. Daar wil ik dus een kleur onder plaatsen. En ik pak een aanpassingslaag volle kleur. En ik klik er gewoon een aan. Maakt even niet uit welke en ik druk op oké. OK. En deze sleep ik eronder. Nou, dan heb ik in principe al een andere kleur achter mijn model. Is dit nu goed? Nee. Want ga ik op 100% kijken, dan zie je dat er eigenlijk nog wel het een en het ander mis zit. Dan zie je bijvoorbeeld uh, hieronder dat mijn laagmasker nog niet helemaal perfect is. Nou, vrij simpel. Gewoon nog een klein beetje tekenen. En je ziet dat er hier eigenlijk gewoon bij het selecteren een stukje mis is gegaan. En ook hier tussen haar vingers. Maar je ziet ook nog andere problemen. Je ziet bijvoorbeeld hieronder op haar vingers dat er eigenlijk gewoon hele kleine witte puntjes zitten. En die witte puntjes, nou, dat is eigenlijk ook niet zo netjes. En dat moeten we ook gewoon wegwerken. En dat kan vrij eenvoudig met een paar stappen. En dat is waar deze film eigenlijk grotendeels over gaat. Je ziet bijvoorbeeld hier in de rand van de broek, of uh, inderdaad hier onder de hand, zie je dus die kleine witte puntjes. En wat zijn die witte puntjes nou? Dat zie je misschien makkelijker als we de kleur op de achtergrond eens helemaal naar zwart zetten. En dat komt door onze uitsneden. Omdat we te maken hebben gehad met een witte achtergrond. En dat is in dit geval dus niet zo fraai. En dat zie je voornamelijk terug bijvoorbeeld in het haar. En dat is eigenlijk ook wel weer gewoon makkelijk te verhelpen. Hoe doe je dat? Nou, je klikt gewoon op het laagmasker en dan ga je naar filter, vervagen, gaussiaans vervagen. En hier kies je een hele kleine radius. Als je een grote radius kiest, dan zie je dat er gebeurt. Mijn verloop in mijn laagmasker wordt eigenlijk heel klein. Maar met een hele fijne straal van bijvoorbeeld 1... Zie je dat die stap al een heel stuk minder is? Er is een vrij zachte overgang op dit moment. Dit is het origineel. Hier is hij hard. En dit is met een straal van 1. Dit is wat zachter. Als ik bijvoorbeeld de Alt ingedrukt hou en op het laagmasker klik, dan zie je dat dit een vrij zachte overgang tussen zwart en wit is. En dit is het origineel. Dit is vrij hard. En hiermee ga ik even verder borduren. Want dit is heel interessant. Als ik nu het laagmasker geselecteerd heb en ik ga boven naar. Afbeelding aanpassingen, niveaus of ik gebruik de sneltoets Ctrl L, dan krijg ik het niveauvenster voor mijn neus. Ik gebruik geen aanpassingslaag, want dat gaat niet in een laagmasker. Je moet echt gewoon het gereedschap gebruiken. En als ik nu gewoon het zwarte bolletje naar binnen haal, zie je wat er gebeurt bij mijn haar? Ik krijg gewoon een hele mooie nette lijn en ik klik op OK. Nu staat ze op zwart, dat is op zich nog niet zo fraai. Ik wil gewoon een kleur die ook voorkomt in de foto. En ik klik gewoon op een stukje van de broek. En dan krijg ik deze. En dit is al een stuk acceptabeler. En zo eenvoudig is het om gewoon in een handomdraai achtergrond te vervangen door een andere kleur. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!